Je hebt de laatste keer. Nou, welkom op ons kanaal. Het is een mooie zonnige zondag. En Kaylee en Rosalie die logeren weer eens een keer bij ons. Kaylee? Ja. Rosalie? Ja. Mooi zo. En we hadden zoiets van, we gaan een stukje rijden. Vandaag geen kerken. Vandaag geen molen stellen. We zien wel waar we vandaag uitkomen. Kijken wat voor moois we onderweg tegenkomen, goed? Ja. Ja. Ja? Ja? Nou, ik hoop dat jullie het een leuk filmpje gaan vinden. Ik hoop wij ook. En dan zou ik zeggen, geniet van ons rijden in de natuur. En momenteel zitten we in Nederland. Ja. Let's go! Yay! Kaylee? Yay! Kijk, die veulentjes liggen. Rechts Kaylee. Ja, er zijn allemaal veulentjes. Veulens. Ze liggen daar. Ik zag een bruine. Zag je een bruine? Ja. Ik zag er hier een beetje witbruin geworden. Ja. Paardje. Ja. Oh, druk hier. Ja. Paardje. Leuk met een speeltuintje. Ja. Mooi bruggetje. Ophaalbruggetje. Ja. Over het water. Ja. Kijk over het water in kijken, zit er over het kanaal. Mm-hmm. Oh, mooi daar links. Daar. Mooi. En daar. Mooi. Ik zag een eend. Zag je een eend? Zo. Komt even voorbij. Ik had hem niet in het vizier. Zo, er zijn ineens ook heel veel motors. Ja, het is vandaag mooi weer en ik had er iedereen rijden. Ja. Fietsen en wandelen. De hond uitlaten. Ja, allemaal van het weer genieten, hè? Ja. Kaylee? Ja. Mooi, hè? Ja. Het is groot, hè? Ja. Maar gewoon even hier neerzetten. En wie hebben we daar? En Rosalie en opa. Is het lekker weer zo? Ja. Vinden jullie het lekker zo om te rijden? Ja. Wat heb je tot nu toe gezien? Kerken, molens. En kleine? Veulentjes. Oh ja, kleine veulentjes. Die waren wel heel lief, hè? Ja. Die lagen in het gras te slapen bij hun mama. Ja. Nou, hebben jullie dorst? Ja. Nou, dan gaan we wat drinken. En dan gaan we zo meteen weer verder. Maar dit is wel een hele mooie abdij. Mooie.
Ja, kun je nou niet zien. Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeve ontstond in 1880 als toevluchtsoord van Noord-Franse monniken. Antikerkelijke wetgeving bedreigde het voorbestaan van een trappistenklooster Sainte-Marie-du-Mont op de Katsberg. Daarom weken ze uit naar het veiligere Berkel en Schot, waar ze terecht konden om een stuk heide met een aantal hoeven. De plaatselijke bevolking noemde deze de Koningshoeve, omdat ze eigendom waren geweest van koning Willem II. De trappisten bouwden, met inkomsten uit een bierbrouwerij, de hoeven en de bijbehorende schaapskooi om tot een klooster. Het eerste trappistenklooster van Nederland was een feit. In 1891 werd het klooster op Koningshoeven een abdij. De overste maakte plaats voor een abt, Willibrord Verbruggen. Deze liet nieuwe abdijgebouwen bouwen op Koningshoeven, waaronder de torens die het landschap nog steeds kenmerken. In het aangrenzende restaurant La Trappe, dat zijn naam dankt aan het trappistenbier, kun je genieten van de heerlijke producten die door de abdij worden geproduceerd. Nou, rijden jullie ook een keertje op de snelweg? Ja, ja. Oma. Ja. Jong, doet bijna niet door de wind. Nou, hè? Vinden jullie het leuk op de snelweg? Ja. Ja? Ja? Wij niet? Opa en oma vinden het niet leuk op de snelweg. Hè, opa? Nee. Wij jullie wel? Ja. Waar is die zo'n roosje? Weet ik niet. Laat ze hem even weg. Laat die bollek even weg. Kan ze niet, want ze heeft een helm op haar hoofd. Oh. Dan kan ze niet blazen. Ja. Oma. Ja? Weet je hoe ik links en rechts weet? Nou. Door de L. Oké. Okay. Want ik weet hoe de L schijnt. Ja? Ja, van de L van links. Ja. Dan weet je het ook. Ja. En de R van rechts. Ja. De L van links en de R van rechts. Ja. Onthouden, oma, onthouden. Ja, ik onthoud het. Dus links met de L, rechts met de R. Ja.
Ik heb het al opgeschreven in mijn hoofd. Oké. Welkom in Sint Oedelrode. Kijk, voor ons ligt het kasteel. Oh. Ja. Ja, thanks. Ik zie geen kasteel, opa. Ik zie alleen een rare toren met allemaal dingen bovenop. Hier staat wel een molen. Ja, zonder wieken. Wat is nou een molen zonder wieken? Ja. Dat hij niet meer in gebruik is, hè? Dan is hij misschien kapot, hè? Ja. Kijk, Roos, dit is toch geen kasteel hiervoor? Ja. Nee. Dit is een kasteel. Nee. Dit is een kasteel. Nee. Kijk maar hier. Nee. Kasteel. Nee. Er stond een kasteellaan. Ja, goed zo. Inderdaad, kijk. Kasteellaan. Daar kijk. Is het. Daar. Zie je het? School. Nee, daarvoor. Ja. Oh, maar dat ziet er mooi uit. Ja. Ja. Heeft hij goodbye gezegd? Ja. Oh, hij heeft goodbye gezegd. Hallo. Leuk voor die kleintjes op de motor, hè? Ja, zeker. En voor de grote misschien ook wel. Voor de grote nog leuker, hè? Kasteel Henketshage in Sint Oedelrode is een prachtig kasteel uit de 14e eeuw. Toen was het overigens nog geen kasteel, maar slechts een adellijk herenhuis met alleen een benedenverdieping. Tussen 1850 en 1860 werd Henketshage grondig verbouwd in opdracht van de familie de Girard de Millet van Couberon, die het imposante gebouw met landgoed net hadden aangekocht. Zo werden er 3 torens aangebouwd, het hoofdgebouw kreeg een bovenverdieping en de complete voorgevel werd opgetrokken. Gedurende de Tweede Wereldoorlog deed het kasteel dienst als distributiekantoor en tijdens de bevrijding werd het gebruikt als hoofdkwartier van de 101e Airborne Divisie. In 1958 bood freule de Girard de Millet van Couberon de gemeente Sint Oedelrode een aanzienlijk geldbedrag om het gehavende kasteel te restaureren. Sinds 1998 wordt kasteel Henketshage dankbaar gebruikt als locatie voor feesten, bruiloften en evenementen. Wee! 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 Wee!
Opa! Nou. Opa toch. Motor. Hey. Ik zag een caravan. Zag je een caravan? Ja, rechts. Kijk, want opa staat hier al stil. En dan kunnen we hier bij het bankje kunnen we dan blijven. Ja. Reeds in het jaar 1080 ontstond er een voorloper van het huidige kasteel, een zogenaamde Motteburcht. In de loop van de middeleeuwen werd de Motte, ofwel kasteelheuvel, afgevlakt en werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. In 1672 was de zonnekoning Lodewijk XIV een ongenode gast op kasteel Heeswijk tijdens zijn strijd tegen de Republiek. De verdedigingswerken worden vernietigd en het kasteel verwoord tot een buitenhuis. In 1835 kocht gouverneur André Baron van den Bogarde van Terbrugge het in verval geraakte kasteel en startte meteen een grootse verbouwing en richtte er ook een kunstmuseum in. Ten behoeve van dit museum werd het kasteel uitgebreid met onder andere de wapenzaal en de ijzertoren. Ja, kom maar Roosje. Goed zo meisje. Kom maar, ben jij klaar? Ik ben klaar. Meisjes, zijn jullie klaar? Ja. Ja. Goed zo. Gaan we dan? Ja. Ja. Naar huis. Nee, we gaan nog niet naar huis. We gaan nou wel richting huis, maar nog niet naar huis. Richting huis? Ja. Maar nog wat kijken. Zijn we niet klaar? Next one. Hey. Hallo. Wie gaat het voor? Oma. Kijk hoe mooi die bomen zijn. Nog een beetje in herfst. Hier gaan we de brug over, ja. Nog oma? Nee, lijkt geen herfst meer. Nee, die bomen. Ja. Nee, dat zijn van die roodkleurige bladeren. Mooi hè, dat het bos alweer helemaal groen aan het worden is. Ja. Groene blaadjes in het bos. Vel lichtgroen, net zoals opa's auto. Ja. Dit is het bos van de Roodkapje. Ja. En vossen. En vossen. Ik weet er al twee vossen die hier zijn. Ook. Ik ken ook al twee vossen die hier zijn. Kelly de vos en Rosalie de vos. Ja. Hier lijken geen vossen. Echt wel? Ja, er zijn wel vossen. Ja, er zijn een vos. Ja. Yay! Ben je nou boos? Kijk, een dinosaurus! Ja! Die hebben we even goed gezien. Nou, kijk, op die rotonde. Ja, daar heb je nou dinosaurus op de rotonde, kijk. Zie je dat, Roos? Oh, ja. Kijk, die bedoelde ik. Ja, dat zijn de langnek. Die zijn vriendelijk. Oei! Ja, twee langnekken. Doei, Kelly.
Hij is allebei groen. Daar, mooie grote kerk. Ja. Ja. Vasthouden, rechtdoor, hè? Ja. 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 Kasteel? Ja. Oh. Oh. Dat is een mooie, hè? Met een brug. Ja. Nou, dan kunnen we eventjes stoppen, eventjes straf. Kunnen jullie even kijken, kunnen we even foto maken. Foto maken, hè? Kasteel Stapelen werd voor het eerst genoemd rond 1300. De naam komt waarschijnlijk van het woord stapel, dat hooggelegen plaats betekende. Willem van Boxtel kreeg het als beloning voor zijn dappere optreden in de slag bij Woeringen. Bijzonder is dat Willem van Oranje en Lodewijk XIV, ofwel de Zonnekoning, hier op een doorreis hebben geslapen. Het is in de loop der eeuwen overgegaan van vader op zoon en in handen geweest van de adellijke families van Boxtel, van Ranst en van Horne. Het omringende stadslandgoed bevindt zich op de plek waar de Dommel het centrum van Boxtel binnenstroomt. U kunt er heerlijk wandelen en genieten van al het moois dat de natuur en architectuur te bieden heeft. Hij kan. Zo, hij kan. Terug van een mooi ritje? Ja. Ja. Was gezellig? Ja. Was lekker weer? Ja. Ja. Warm? Ja. Kunnen jullie ook nee zeggen? Nee. Wat hebben we vandaag nou gezien? Heel veel motorrijders. Heel veel motorrijders, eenden. Hè? Eenden. Baby. En waar zaten die baby eenden dan? Bij een kasteel. Bij een kasteel. Hoeveel kasteeltjes hebben we gezien? Drie, hè? Ja, maar mooie kasteeltjes. Ja. Ja, met een gracht eromheen. En water maar in die gracht. Maar het was niet zo leuk, omdat daar kon je niet in. Ja, daar kon je niet in. Ja, bij eentje kon je er wel in. En er zat een soort van dorpje in. Oeh, een dorpje. Maar dan moest je weer scannen. Oh, dan moest je eerst scannen. Dan moest je een code hebben, hè? Ja, een code. Ja, die hadden wij niet. Daar konden we niet in. Nee. Maar het was wel lekker rijden, hè? Ja. Ja, ondanks dat vliegje op het einde in je vizier, was het wel lekker rijden. En op het einde hoorde ik niks meer. Nee, we hadden ook weer problemen met het geluid, hè? Ja. Ja, dan was Rosalie weer weg en dan was ik weer weg. Dan was Kaylee weer weg en dan was ik weer weg. En dan hoorden opa en oma elkaar en dan jullie elkaar niet. En één keer opa was een knopje drukken en toen ging ik opeens weg. Ja, toen ging jij ineens weg. Maar nou gaat opa de video's gaat hij op de computer doen. Ja. Dan gaat opa de video maken. Ja. Ja. Dan gaat opa de video ook op YouTube zetten. Ja.
En als de mensen nou ons filmpje hebben bekeken, wat vinden we dan altijd heel erg leuk, wat we graag willen dat ze doen? Een like geven. Duimpje omhoog geven, hè? En wat nog meer? Wat in het commentaar schrijven. Wat in het commentaar schrijven, want dat lezen jullie ook. En natuurlijk abonneren. En natuurlijk graag abonneren, hè? En nog hier beneden op het belletje klikken. Op het belletje klikken, want als het belletje hebt aangeklikt, dan merk je steeds dat er nieuwe video's op YouTube komen. Ja, dan krijg je een melding dat er een nieuwe video is van ons van Old Boots on Tour. Met de twee kleine Old Boots. Nee, dan zijn jullie niet Old Boots, dan zijn jullie Young Boots. Hè? Ja. Ja. Nou, dan gaan we afsluiten. Dus, doei!